heel tof. Heel leuk, heel plezant. Het is een bevestiging van een oudere vrouw dat je toch nog er jong en tof kunt uitzien. Ja, het was heel tof. Maar met de vrouwen in Vlaanderen is het heel goed gesteld. Iedereen heeft zijn best gedaan vandaag om er goed uit te zien. Het thema was wit en roze. En ik vind dat heel tof als ze dat doen en als ze daar aan meewerken. Dus daar ben ik al heel blij mee. En het algemeen doet de vrouw in Vlaanderen toch zijn best. Ja. En vooral als die mij zien, vliegen die vliesjes toch meestal weg. Wat zou iemand met mijn lichaam aanbevelen? Dan gaat je eerst moeten uitkleden. De ladies echt kunnen verwend worden. Je kan hier echt alles laten doen, van haar tot make-up. Ik heb hier tandembleaching gezien, ik heb hier massages gezien. Dus het is echt wel eens een dag waar dat de vrouwen vertroeteld worden tot en mens. Het is dames only. En achteraf worden ze nog verwend met optredens en zo. Dus ja, ik vind dat echt een heel leuk initiatief. Misschien aan mijn stem, ik ben zo nogal hees geroepen. Ja, het was fantastisch. Echt een zaal bomvol met vrouwen, allemaal met witte en roze kleren aan. De tak ging recht af. Echt geweldig. Ja. Ik moet zeggen, ik heb altijd een beetje schrik als ik voor heel veel vrouwen sta. Zeker als er al een leuke dag achter de rug is, en dat was vandaag het geval. Maar eigenlijk is die schrik heel snel weg, want de ambiance was er. En, ja, het feit dat er een paar dames in mijn kont knijpen, ja, dat moet je erbij nemen. Het was leuk. Ik heb je vorig jaar al gespeeld. En nu had ik gedacht van Karel, dan ik je laten meevoelen. En ze zijn onder de indruk. Hey, je werd onder de indruk, hè? Al die vrouwen bij elkaar. Wat een schrik. Ja. Geuk. Ja. Ladies in Gent, de derde editie, zal doorgaan op zaterdag 5 april. En meer info volgt.